stukje geschiedenis in Zandvoort gaat verdwijnen. 60 jaar oud of strijder met deze auto's. Nou, dit is hem, hè? De oude, hier is mee begonnen, hè? 60 jaar geleden. Klopt, goedemorgen. Goedemorgen, en hoe staan jullie nou tegenover dat het allemaal verdwijnt? Want het is toch een hele stuk historie wat er is geweest. Ja. Ja, het is een heel stuk historie. We zitten hier natuurlijk met een pantengaragebedrijf meer dan 60 jaar. Het is een hele mooie periode geweest. Maar ja, ook in verband met de toekomst, energie en dat soort dingen, hebben we gekozen voor een andere locatie. Energie-neutraler, efficiënter kunnen werken in de toekomst. Want er is in de loop der jaren best veel verbouwd hier, hè? Dit is begin eigenlijk een overzicht van het hele garagebedrijf. Je ziet hier de oude structuur, de werkplaats met woningen en een shopgedeelte hiervoor. Hier vond vroeger het tankstation. Dat is toen later uitgebreid hier met een showroom. En daarna hier met een wasstraat, wasboxen. En toen is het tankstation hier uitgebreid met een winkel hier erbij. Vroeger liep het hele parkeerterrein door, wat nu Centerparks hier is, dat hele gedeelte. Het liep helemaal door tot aan de bocht van de Vondellaan. Ja, en rij je nog wel eens in deze oude... Sporadisch, ja. Doet hij het nog? Hij doet het zeker nog, ja. Hij doet het nog. Maar jullie doen hem niet weg, heb ik begrepen? Nee, hij hoeft niet weg. Sentiment, nee. Historie hoort erbij. Ja, ja, tuurlijk. En jullie gaan in Noord verder straks. Gaan jullie dit niet allemaal missen? De winkel en de pomp en de reuring die er altijd geweest is? Nou, de gezelligheid natuurlijk van de reuring, wat je net zelf aangaf, is natuurlijk fantastisch. Gezellig. Alleen, we willen echt terug naar de kernactiviteiten. We zien het station aan zich, met de toekomst, is niet de toekomst voor ons waarvoor we gekozen hebben. We hebben gekozen voor verkoop van jonggebruikte auto's en onderhoud van alle merken auto's voor de toekomst. En dat, Robert, zullen we even naar binnen gaan en even het verleden gaan bekijken via de foto's die jullie nog hebben? Ja, dat is een leuk idee. Kom, okay. We gaan even binnen kijken. Helemaal goed. Nou, dit was het dus, hè? De benzine is ook op, hè? Ja, net op tijd, hè? Net op tijd. Ja, dit wordt... Ik denk volgende maand al helemaal weggehaald, hè? Halverwege maart is de planning dat het echt gesloopt wordt. Ja. We zitten hier voor de verkoop nog tot eind februari. Ja. En dan halverwege maart is het dan echt gesloopt. Ja, helaas. En er zijn heel veel mensen die er heel veel problemen mee hebben. Dat ze hun auto niet meer kunnen wassen hier. Ja, dat is een heel hakenpunt natuurlijk ook in Zandvoort. Ja, hè? Ja, er wordt toch voor de deur was of ergens anders in Haarlem. Ja. We hebben geen andere bedrijfsruimte in Zandvoort. Of grond voor een wasstraat te beginnen. Hadden jullie het anders wel gedaan? Wasboxen zeker, ja. Ja. Ja, ja. Maar dat moet echt een locatie zijn. Dus Natura 2000 is dat gewoon heel moeilijk hier in Zandvoort. Ja. Jim Keur, jij bent de neef van de familie Strijder. Ik ben neef van Robert, ja, klopt. En jij bent natuurlijk een deel van de familie. Ja. En we zien daar de drie mannen hangen, ja. Getekend door een professionele tekenaar, denk ik. Nee, het is door een nichtje getekend echt waar? Van deze twee mannen, ja. En welk jaar is dit geweest? Dit is 1984 geweest, dat is getekend. En wie zien we hier? Je ziet hier Herman Strijder senior, Ed Strijder en Herman Strijder junior. En wie is er ooit begonnen hier? Herman Strijder senior is in 1963 hier met een tankstation begonnen. Daar heeft hij in eerste instantie heeft hij daar een jaar of twee, drie heeft mijn moeder dat bemand. Hey, maar Ed Strijder, die komt hier nog elke dag. Ja. En die komt een krantje halen en die is gepensioneerd, maar die geniet er nog steeds van, zien we. Dat is een ritme, hè, wat in die man zit. Ja, die komt elke dag even kijken. En hoe gaat Ed hiermee om? Vind ik lastig te peilen. Ed toont niet zozeer zijn emoties. Maar ik denk dat hij ook begrijpt dat het voor de toekomst dat dit een betere stap is. Ook omdat er in de autowereld nog wel iets gaat veranderen qua motorisering, elektrificering en dergelijke. Dat is allemaal nog onzeker. Het gaat langzamer dan ik verwacht had. Maar goed, dat is wel wat eraan zit te komen. Dus daar moeten wij op voorbereid zijn. Ja, jij bent een beetje de aanjager geweest van het hele project, hè? Ja. Nou, we hebben het echt wel samen gedaan. Want dit doe je niet alleen, met veel mensen. We hebben gelukkig ook een aantal jaar geleden een goede investeerder kunnen vinden. Die heeft ons daarmee een goede start kunnen geven. En daarna zijn Robert en ik ermee verder gegaan. En ik heb veel tijd in die ontwikkeling kunnen steken, ja zeker. Maar dat kon ik doen omdat het autobedrijf doordraaide, omdat Robert daar gewoon was. Dus zo vul je elkaar goed aan. Ja, we gaan even in het verleden duiken. Hier is een foto van vroeger.
Dat blauwe is hier eigenlijk de lucht, maar ook de zee aan het einde. En hier tegenover is het groen, helemaal wild nog, na de oorlog gesloopt. En hier staat tegenwoordig het Centerparks Hotel en de sporthallen. En hier is het eerste gedeelte van de shop, het tankstation, met de start toen nog met Caltex. Later Chevron, en toen Texaco en toen Total. De Caltex in combinatie, waar het echt mee begon, de moeder van mijn compagnon Jim Keur, die woonde toen in deze caravan. En je kan ook hier zien dat we echt hier op de hoek zitten waar de eerste Grand Prix ook was van de Formule 1. En hier nog een keer Pompeiland. En hier ook voor open op de straat Pompeiland. En ook nog foto's erbij van de technische keuring. Hotel Zonnewende, wat er voorheen heb gestaan. En een foto van onze opa, die hier uiteindelijk echt begonnen is. Jij hebt allemaal foto's hè, nog van het verleden van... Het rijke verleden van Strijder. En hij heeft allemaal gedigitaliseerd, want Robert is heel modern geworden. Hij heeft ook een elektrische auto. Even kijken. Kijk eens even. Nou, het is een mooi sfeerfotootje. Dat pakken we meteen even erbij. Om een beeld voor hem te begrijpen. Kijk, dit is in de 60 jaren, denk ik. Ja, dit is begin jaren 70. Midden jaren 70 geweest. Hier is het garagebedrijf. Ja. Alles uitgevoerd. En hier was vroeger ook een heel groot stuk grond wat we pachten voor een parkeergarage. Nee, dit is een evenement geweest, zo te zien, met de Grand Prix, want er werd overal geparkeerd, ook gewoon over de stoep. En nog de oude kabelloods. Oude kabelloods staat erbij, dus te veel in de weg. Ja, echt een plaatje van vroeger. Ja. Veel jeugd erin. Mooi, bij alle Grand Prix zag je altijd de kabelloods in beeld. Ja? Ja. Ja. Nou, vroeger hadden wij ook hier de technische keuringen van de raceauto's. Dat kan ik ook wel laten zien. Dat is ook leuk. Dit is Arie Luijendijk, zie ik nog. Dit is de pand, zijkant van het pand. Ja, en hier werden bij ons technische keuringen gedaan voor de raceauto's. Binnen in het garagebedrijf en ook later buiten opgebouwd in een tent. Maar ook voor de Grand Prix? Ook voor de Grand Prix, ja. Ja. Leuk hoor. Mooi, die foto's. Dat geeft toch wel een heel mooi beeld van wat het allemaal geweest is hier. Vroeger was er natuurlijk geen energie of stroom op het circuit. En dat was een van de redenen dat hier ook de technische keuringen werden gedaan. Oh ja? Dus, de vierkolommenbrug hier zo met speciale rijplaten voor die lage raceauto's. Ik vermoed een Lola is. Ja. Met alle instanties erbij. En jij hebt nog steeds ook wel wat met de Grand Prix, hè? Ja, gezellig. Ja. Gezellig sfeer, ja. Natuurlijk. Je hebt zelf ook een hele mooie sportauto. Ja, ja, overhouden. Ja, toch? Ja, dat klopt toch? Ja, klopt. Ik heb 8 jaar in Duitsland gewerkt en daar heb ik een sportauto als dienstauto meegenomen. Ja. Ja. Een Opel Speedster. Dus ik heb een Speedster, maar het is een Opel. Oké. En wat hebben we nog meer? Dus die keuringen met die tent. Ja. Veel met Alfa Romeo hebben ook, wat ik herinner, veel Alfa's gekeurd vroeger ook. Het zal die raceklassen zijn geweest en er werden ook gewoon echt tenten opgebouwd. Om die auto's te kunnen keuren, waren te veel auto's gewoon. Het is misschien wel leuk om te vertellen nog, Ger, bij die foto. Dat zat hier in het Centerparks Hotel in die sporthal. Maar eigenlijk was het idee, en daarvoor was die grote parkeerplaats er ook bij, dat op deze locatie hier richting de kust een soort pier zou komen als in Scheveningen. Ah. En daarom heeft die brandstofmaatschappij het er ook bedacht om hier een tankstation te gaan exploiteren, omdat deze hoek heel druk zou worden. Ja, dit is echt heel lang geleden. Hè? Ja, ik denk dat dit... eind jaren 30 is geweest. Ja. Audi Avers zien we hier rijden. Pension Zonnewendel. Ja, dit was de huidige locatie waar we nu nog zitten. Dit was er vroeger hiervoor. Hier was voorheen een pension gesloopt. Toen zijn wij in de jaren 60 is hier gebouwd. En nu gaan ze door. En hier liep het circuit voor. Hier liep zeker. Dus precies de bocht waar de eerste Grand Prix ook werd gereden. Daar heb ik ook een mooie foto van de start. Kijk nou. Kijk eens hier. Jeetje. Dit is een mooie foto, zeg. Ja. Hier is Hotel Zonnewende. Ja. Hier is de kabelloods en dit is de Van Lennepweg naar beneden toe. Ja. En hier zie je echt de oude raceauto's. En daar werd de tribune gebouwd. Ja. En dit is de eerste Grand Prix geweest? Ik denk dat het de eerste Grand Prix is geweest, ja. Mooi, hè? Het is echt een eind van een bijzondere periode. Een bijzondere periode, een eind en een mooie start zometeen van een nieuw begin. Ja. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Ja. Ja. Alles op één locatie, alles nieuw. Leuk voor het personeel natuurlijk, midden in alles gecentreerd. Dus de klant heeft ook meteen inzicht, niet alleen in de showroom, maar ook in de werkplaats. Het is gewoon een open karakter en dat vind ik wel mooi. Ja, ja, dat zijn enorme investeringen die jullie moeten doen, hè? Qua sowieso al dat alle auto's elektrisch worden.
Ja, dat, qua equipment, qua werkplaatsgereedschap, maar ook qua opleiding personeel is het wel steeds goed aanpoot om bij te blijven. Ja, moet ook. Voor de toekomst mobiliteit. Ja, ik denk dat je echt als garagebedrijf niet alleen moet focussen op één merk, maar ook bewust moet focussen op het klantenbestand in jouw regio, dat je die kan blijven bedienen. En dat doe je juist door andere merken ook te kunnen bedienen, maar ook technisch bij te blijven. Dus niet alleen benzinemotoren of dieselmotoren, maar ook elektrisch, omdat de toekomst daar waar het naartoe gaat, om dat te kunnen voldoen. Je moet realistisch zijn in de huidige tijd. De marges die je draait op een tankstation zijn gewoon heel klein. Zeker ook met diefstal of doorrijders waar je mee te maken hebt. En de marge compenseert dat niet. En het tankstation kan niet alleen overleven met brandstof. Daar moet je ook andere dingen verkopen. Sigaretten en zoetigheid. Ja, ik heb 2 kinderen. Ik zie dat niet echt als de toekomst voor een tankstation. Dat zal een andere taak zijn. Maar omdat sigaretten worden straks verboden bij de supermarkten. Ja. En is dat geen gat in de markt voor jullie geweest? Nee, geen gat in de markt. Want ook bij de tankstations gaan ze verdwijnen. Sigaretten. Is dat zo? Ja, ja. Ja, dan houdt het op. Ja, het is een logische combinatie om dan na te denken van de toekomst. Joh, doe dan kernactiviteiten, verkoop en onderhoud. En niet meer brandstof. De marges zijn gewoon te klein gebleken daarvoor. Hey Robert, mooie bus. Gaan jullie er ook in verhuizen? Jazeker gaan we in verhuizen. We gaan nu beginnen. En niet tanken hier. Nee, niet meer tanken. Ik zou zeggen, zet hem op en veel succes. Dankjewel. Hey, naar de Curiestraat gaan we nu, 43. En blijde rijden? Om de auto's te rijden. Ja, hoor.